Dit is een instructiefilmpje over letterstad. Hierbij leren we over de open en de gesloten lettergreep. Zo ziet letterstad eruit. Er zijn een aantal straten en er zijn een aantal inwoners. De eerste straat is de Korte Klankenstraat. Die ziet er geel uit. De tweede straat is de Lange Klankenstraat. Die ziet er rood uit. En de laatste straat is de Twee Klanken en Andere Klankenstraat. Die is groen, maar ook wel een beetje blauw. Hier hebben we een overzicht van alle straten. In de Korte Klankenstraat woont de A, de E, de E, de O en de E. Dat zijn de korte klanken. In de Lange Klankenstraat wonen de A, de E, de O, de U. Dat zijn de lange klanken. In de Andere Klankenstraat wonen de twee klanken, de andere klanken en natuurlijk ook de medeklinkers. Nu krijg je een overzicht van de speciale bewoners in de verschillende straten. In de Korte Klankenstraat woont de dubbelzetter. Hij zet na elke korte klank op het einde van een klapje de medeklinker die volgt dubbel. Je ziet dat door de rook die uit de schoorstenen komt. Op het einde van de Lange Klankenstraat woont de klinkerdief. Hij neemt in de lange klank op het einde van een klapje een letter weg. Hij steelt ze en verzamelt ze in zijn huis. Op het einde van de Andere Klankenstraat woont de chiller. Die ligt in zijn hangmat te rusten. Hij moet helemaal niks doen wanneer hij na een klapje een andere klank hoort of een medeklinker. Voor we verder gaan moeten we even splitsen in lettergrepen. Bomen wordt bo-men. Je hoort een lange klank op het einde van het eerste stukje. Kippen wordt ke-pen. Je hoort een korte klank op het einde van het eerste stukje. Geiten wordt geiten. Je hoort een andere klank op het einde van het eerste stukje. Dansen. Hier hoor je een medeklinker op het einde van het eerste stukje. Het eerste voorbeeld is het woord schrikken. Ik hoor bij de eerste klap of splitsing van het woord een korte klank. Schrikken. Dus de E. De E woont in de Korte Klankenstraat. En daar woont ook de dubbelzetter. Hij zet na elke korte klank op het einde van een klapje de medeklinker die volgt dubbel. Dus twee K's. Ik schrijf schrikken met twee K's. Het tweede voorbeeld is het woord eten. Eten. Ik hoor bij de eerste klap of splitsing van het woord een lange klank. De E woont in de lange klinkerstraat. Daar woont ook de letterdief. Hij neemt in elke klank op het einde van een klapje een letter weg. De E wordt E. Ik schrijf eten. Het derde voorbeeld is het woord bouwen. Bouwen. Ik hoor bij de eerste klap of splitsing van het woord een andere klank. De ou woont in de twee klanken en andere klankenstraat. En daar woont ook de chiller. Hij doet lekker niks bij een andere klank op het einde van een klapje. Ik schrijf bouwen. Alles blijft dus hetzelfde. Deze techniek gebruiken we ook voor lettergrepen die eindigen op een medeklink. Zo, we zijn klaar met de instructie. Nu kan het oefenen dus beginnen. Succes!